ben Lise voor Cinefiel en vandaag sta ik in de kino in Rotterdam, wat een nieuwe Cinefiel locatie is. Ja, ja, veel extra informatie voor de verandering. En we gaan naar de film met Loes Luca, die we allemaal kennen van... Niet met de deuren slaan. Ja, zuster. Nee, zuster. Maar ook van... Op tijd aan bed en niet drinken, dat is schier onmogelijk. Ik hoef geloof ik niet helemaal te zeggen naar welke film we gaan, want... Even aan Loes vragen wat ze allemaal weet van Star Wars. Nog nooit van mijn leven naartoe geweest. Ik ook niet. En ik denk dat ik er geen reet aan vind, maar het zou ook kunnen zijn dat ik me laat overvallen door een sprookjesachtige wereld en dat ik vanaf nu verslaafd raak. Maar dat weet ik niet. Ik weet het ook nog niet helemaal. Eerst zien dan geloven, hè? Oké, laten we eerst maar zien en dan geloven. They call it the Death Star. Terrible weapon. When was the last time you were in contact with your father? It appears he is critical to the development of this super weapon. Loes, wat is er gebeurd? Ik heb de eerste 10 minuten gedacht, oh wat grappig. En toen werd er heel veel geschoten en de bombardementen. De kogels? Kogels. Het was een triest verhaal. Do you understand? I understand. Aww. En dat deed mij helemaal niks, want het is op een andere planeet en die is er niet. Nee. Die bestaat niet, nee. Het is net als met God. Het bestaat niet. Ging ik me irriteren. Wat was het specifieke punt? Dat ze allemaal teksten gingen zeggen die ik heel graag had willen herhalen. Maar die ik niet kan herhalen, want het ging allemaal over aanvallen op de Psychicity planeet. Met en toen waren we op planeet Wutabi. Ja, Wutabi, Tsunami, Vurabi, Falami. Nou, ik moet een hele stamboom hier gaan onthouden voor iets wat me werkelijk niets interesseert. Toch een uur gezeten? Wat mij betreft 40 minuten te lang. Wegens onvoorziene omstandigheden zijn deze opnames, de sterren, gecanceld. En worden vandaag geen sterren gegeven. Ik vind sowieso sterren erg lastig. Vind ik zelf al lastig als je met je theatervoorstelling staat. Je slaat de krant open. Hoppa, een paar sterren. Er staan twee sterren. Of het is persoonlijk wrok tegenover de sterren. Is het? Het is persoonlijke wrok tegen de sterren. Je bent die film uitgelopen zodat je die sterren niet hoefde te geven. Nee. Je hebt aan mijn verhaal wel gehoord dat ik er niet zo gek op ben. Krijg jij je nou voor de hele dag hier in dat kutpak staan? Nee joh, dit is allemaal liefdadigheid. Nee, dat geloof ik niet. Echt? Wij worden nooit betaald. Mag ik je zoenen? Ja, we zoenen je allebei. Oh. We hebben net Xavier de Star Trooper ontmoet en gezoend. Dat vond ik nog eigenlijk het meest opwindende van de avond. Ja. Het was... Nou is de avond nog niet afgelopen. Het dichtst bij een trio ik ooit geweest ben, denk ik. Ben je allemaal mee bezig? Ik ben lekker aan het vakantie houden. Ik begin in januari te repeteren met de jongens van de ploeg. En daar gaan we een filmproject mee doen. Oh, dat is leuk. Ja. Film, theater in één. Dus je ziet een decor waar films op geprojecteerd kunnen worden. Waar we in kunnen spelen, waar we mee kunnen spelen. Is dat de eerste keer dat je theater-film combineert dan? Nee, ik heb ooit eens een productie gemaakt, dat heette De Kleine Zeemeermin. Dat was voor volwassenen, maar wel het sprookje. En die heb ik hier gespeeld. Dus ik heb hele warme herinneringen aan de zaal waar ik net ben uitgelopen. Goed, ik vond het in ieder geval een leuke ervaring. Het is een leuke bioscoop. Gewoon een hele leuke bioscoop. Dat is onze tip. Ga een keer naar deze bioscoop. Kino, Rotterdam. Rotterdam Kino. Ja jongens, we hebben zo weinig over die hele film te zeggen. Nou, ik vond het gewoon een kutfilm.